De herbouwwerkzaamheden van het oude parlementsgebouw en algemene zaken, welke 6 maanden terug zijn gestart, verlopen moeizaam. Geen volle bezetting en stagnatie in de levering van materiaal zijn de voornaamste oorzaken die de bouwwerkzaamheden beïnvloeden. Dit komt door een overmachtssituatie door COVID-19. Put-up is een onderdeel van een lening dat de IDB heeft gedaan aan Suriname. Het gaat erom dat we zijn opgericht om ondersteuning te geven aan het ministerie van Onderwijs en Ontwikkeling, die het uitvoerend orgaan is. En zij doen dat via het directoraat cultuur. De PURUP is nu eigenlijk de body die helpt met het monitoren dat alles richtig en goed gaat. PURUP staat voor Paramaribo Urban Rehabilitation Program en is sinds 2017. In het leven geroepen. Er zijn 3 delen waarmee we ons bezighouden. Het gaat ten eerste om stedelijke verfraaiing, waarbij we de stad een andere glow, een andere look willen geven door onze straten aan te pakken en dan niet zozeer het asfaltgedeelte, maar de sidewalks en al dat soort dingen. De stad een beetje mooier maken. 2 is dat we gebouwen gaan renoveren. Both private en public. En 3 is dat we instituten gaan ondersteunen om later over te nemen wanneer dit project voorbij is, dat zij dan verder kunnen gaan. Er worden 2 gebouwen in principe herbouwd. Dat is het oude DNA-gebouw en het oude ministerie van Algemene Zaken. Als ik achter me kijk, is het DNA-gebouw het gebouw in de hoek. En het ministerie van Algemene Zaken, dat is aan mijn linkerkant. Beide worden gebouwd op zodanige wijze dat het vanaf de straat lijkt alsof het de oude gebouwen zijn. Maar in feite zijn het toch moderne stenen gebouwen met alleen een houten voorgevel. Omdat het geen zin meer heeft om iets wat al helemaal weg was echt meer te restaureren met alle problemen van dien. Waar we behoefte aan hebben is goede fatsoenlijke kantoorgebouwen, maar die wel perfect passen in het oude straatbeeld. Vandaar dat de voorzijde eruit zal zien alsof ze 200 jaar oud zijn. We zijn 3 maanden geleden begonnen. We gaan opleveren in februari 2022. We zitten nu ongeveer op 14% van het werk. We zijn dus nog druk bezig gewoon met de funderingen. We zijn dus nog steeds een beetje in het begin. Het zal nog flink wat gebouwd moeten worden eer we klaar zijn. Er is geen speciale reden waarom we het DNA-gebouw hebben gekozen. Maar ik denk dat het toch een van de belangrijkste geschiedenisonderdelen is van Suriname. En dat we het dus weer in leven roepen. Het gaat niet precies zijn als het oude DNA-gebouw van de binnenkant. De buitenkant gaat wel hetzelfde zijn. Maar zodat we weer een beetje leven brengen in ons erfgoed. Het totaalbedrag dat is geleend voor dit totaalproject, niet alleen voor het DNA-gebouw, is 20 miljoen. Een van de projecten is dat we de waterkant willen gaan opfleuren, ombouwen. Voor mensen die komen, dat gezinnen meer naar buiten komen. En een van de doelen is ook dat we mensen proberen te trekken naar de binnenstad buiten de werkuren om. Zodat de binnenstad wat meer opfleurt in de avond of in de namiddag. Na 5 uur is de binnenstad zo goed als leeg. Dus we willen eigenlijk dingen creëren, programma's, dingen zodanig inrichten in de binnenstad. Dat mensen, gezinnen, een beetje gezin hebben om terug te komen na het werk, om te chillen, iets leuks te doen. Weet je, dus het is een van onze doelen. En dus daarom willen we dan ook de waterkant aanpakken. Nou, het is altijd aardig om als je toch nog oude dingen tegenkomt die verborgen waren. In dit geval wisten we dat er 1 put was achter het oude assembleegebouw. Nou ga ik dus even omdraaien. Dat was daar. Daarvoor was het bestaan bekend, die had ik al eerder gezien. Maar nu is er een 2e put tevoorschijn gekomen. Eigenlijk achter het oude ministerie van Algemene Zaken. Daarvan kende ik het bestaan niet. Die put was altijd verborgen onder een keldervloer.
nooit geweten dat dat ding daar is. En dan komt hij zomaar plotseling tevoorschijn. Dat is wel aardig. Zorgen deze uitvindingen voor stagnatie met betrekking tot de bouwwerkzaamheden? Heel klein beetje. Ze worden onderzocht. Dat kost een aantal dagen. Dat gebeurt door mensen van de ADEC die daarin zijn gespecialiseerd. Maar dat duurt niet zo lang. Een dag 4 bekijken ze dat ding heel goed. Ze kijken of er nog wat in zit. Kan, bij oude putten komt dat nogal eens voor, dat je toch nog wel leuke dingen daarbinnen aantreft. En daarna is die vrij en dan kijken wij of we hem kunnen inbedden in het project. Bijvoorbeeld de put bij het ministerie van Algemene Zaken, die kunnen we waarschijnlijk wel behouden. Dus hij zit niet in de weg voor de funderingen, dus dan kunnen we hem laten. En dan kunnen we erover nadenken om hem op de een of andere manier gewoon zichtbaar te houden in die kelder. De andere put bij de DNA, die zat precies op de plek van funderingen. Dus die kunnen we niet behouden. Die is al weg. Wat we wel gaan doen, is ongeveer op de plaats waar die was, straks in de vloer, de ronding van de cirkel van de put aangeven. Zit die niet precies op dezelfde plek, want zoals al gezegd, daar zat de fundering. Maar een leugentje om best wil, dat is niet zo erg. En dan weten de mensen toch dat die put daar was. En dat is wel leuk.